En als u uw ogen sluit, dan kom je bij jezelf. En als je op weg bent naar je ware zelf, ontmoet je bewegingen, alsof er iets in de weg zit om jezelf beter te leren kennen. Dus mooi ademen en je fysieke lichaam even meer ontspannen. Alsof je lichaam je soms in de weg zit. Ontspan je lichaam. En merk hoe je ademhaling je daarbij helpt. Ieder uitademhaling ontspan je meer en meer je lichaam. Word stil. Onderzoek je lichaam of jij wel vrij bent, open. Of jij je lichaam genoeg ruimte geeft. Je ademt in door je neus, diep in je buik. Met een platte buik duw je je lucht weer naar boven. En ga je dieper ontspannen. Wanneer je lichaam meer ontspannen is, ga je jezelf beter leren kennen. Maar vaak heb je het gevoel dat er dingen mislopen in je leven, maar je weet eigenlijk niet hoe het komt, dat je dat aantrekt en creëert en noem maar op. Dus ontspannen en nog meer naar jezelf gaan. Op weg naar binnen, naar je ware zelf, kom je vaak emoties tegen. Emoties hebben veel bepaald in je leven. Merk eens welke ervaringen, welke emoties nog zo vaak jouw leven bepalen. Blijf rustig ademen en kijk hoe gehecht jij soms bent aan bepaalde emoties die je blijft aantrekken, die je leven blijven bepalen. Dus ontspan je lichaam en je voelt ook de invloed van emoties op je lichaam. Dus als je dan emoties vasthoudt, voel je dat in je fysiek lichaam. Je lichaam bestaat 80% uit water, emoties dus. En als je emoties blokkeert, blokkeert je lichaam. Dus kijk of je nu je emoties vloeibaarder kunt laten zijn door gewoon ze toe te laten, ze niet wegduwen, maar ook niet overdosis aandacht geven. Maar gewoon komen, gaan, want we leven in een emotioneel veld. Die emoties zijn niet eens van jou. Maar jij geeft ze aandacht, houdt ze vast, omdat je er niet hebt leren mee omgaan. Emoties vloeibaar, lichaam ontspannen. Ontspan nog meer. En misschien merk je dan door die emoties dat er gedachten komen, misschien personen, situaties of verhalen over je emotionele leven. Ontspan nog meer. En voel, ervaar je gedachten.
En als je je gedachten laat zijn, dus komen en gaan, dan wordt het stiller in je hoofd. Het is maar als je bij elke gedachte nog iets aan toevoegt, wordt het wel heel druk in je hoofd. Maar als je een gedachte laat zijn, dan komt en gaat die. Dus geen uitleg, geen oordeel over al die gedachten, maar laat ze komen en gaan. En voel dat de meeste gedachten ontstaan uit je emoties, wat die ook zijn. En je lichaam krijgt altijd de rekening. Dus als je moe bent, is het niet zo van te werken of bezig te zijn, maar meestal van emotionele en mentale energie waar je niet kon mee omgaan. Dus neem even tijd om bij je kern te komen, bij wie je werkelijk bent, door te observeren wat er is. Blijf dus rustig ademen en ga dieper in jezelf. En dan voel je dat je zo'n behoefte hebt aan ruimte. Merk maar, je hebt vrijheid nodig, ruimte nodig. En eigenlijk zijn we vrijer dan ooit in de geschiedenis. En toch hebben mensen een gevoel van ingesloten te zijn, niet vrij te zijn, geen ruimte meer hebben. Soms heb je het gevoel dat je tijd tekort komt, maar voel eens of het niet ruimte is dat je tekort komt. Ruimte in jezelf, ruimte voor wie je bent. Ontspan. En geef jezelf nu ruimte. Jij, er is nu niemand die jouw ruimte afneemt, want je zit daar stil met je ogen dicht. Geef jezelf ruimte. En dan voel je hoe gemakkelijk je afhankelijk bent van alles en iedereen. Dat is ook wat de politiek met mensen doet. Ze maken mensen afhankelijk. Ze doen alsof ze je helpen. En je hebt minder en minder ruimte, minder en minder vrijheid. Want dat is ook met je geliefden. Als je mensen nodig hebt, dat is al geen liefde, dat is nodig hebben, dat is niet meer onvoorwaardelijk. Dus als je mensen nodig hebt, ja, dan ben je niet meer zo vrij. Daarom is het zo belangrijk om naar jezelf te gaan, bij wie je werkelijk bent. Voel wat er nu beweegt. Wie ben je en wat beweegt? Dus jij bent al die gedachten niet, je bent al die emoties niet, je bent die fysieke belevingen allemaal niet. Voel dan eens dat pure bewustzijn van wat er is. Voel dan dat pure bewustzijn van wat er is. Puur zijn. Dus puur zijn geeft je meteen ruimte. Vrijheid.
Blijf mooi ademen. Fysiek ontspannen, emotioneel en mentaal vloeibaar. En kijk nu even naar je levensstijl. Wie denk jij, met nadruk op denk jij, wie denk jij dat er het meest jouw ruimte inneemt? Ik zou ook kunnen zeggen, waar vergeet jij je eigen ruimte in te nemen? Ik zou ook kunnen zeggen, ben jij daar aanwezig? Dus wanneer je voelt dat je je ruimte kwijtraakt bij bepaalde personen of situaties, ben jij daar wel aanwezig? Hoe eens waar jij je ruimte afstaat? Zo simpel. Wie neemt je zo gemakkelijk die ruimte af, die vrijheid af? Ik zou kunnen zeggen, hoe afhankelijk ben je van die persoon? Dus het ogenblik dat je iemand nodig hebt, verlaat je eindelijk iets heel mooi in jezelf. Word je afhankelijk en verlies je wie je bent, je ruimte, je vrijheid. Dat is wat ik altijd doe in al mijn cursussen, is mensen, je kunt het zelf zoeken, mediteren, ga bij jezelf. Dus ik leer het mensen zelf doen. En dat schenkt mij dan ook vrijheid. En dan is er veel meer liefde, warmte, genegenheid. Vriendschap. Er is dan een soort energieuitwisseling. Kijk eens vanuit dat gevoel naar familie, vrienden. Kijk maar, ook in je opvoeding. Misschien voel je dat je al heel vroeg je ruimte kwijt bent. En misschien droom je al heel je leven van vrijheid. En ja, als je het niet geleerd hebt om vrij te zijn, om die ruimte te gebruiken, je eigen innerlijke ruimte, ja, dan sta jij overal je ruimte af, op school, later op je werk, later in je liefdesleven, je relatie, kinderen. Dus, waar is jouw ruimte? Daarom is het zo belangrijk om elke dag af en toe een paar minuutjes stil te zitten, zonder muziek, zonder iets, je ogen dicht en naar jezelf gaan. En puur zijn. En voelen of jij jezelf wel ruimte genoeg geeft, of jij aanwezig bent. Rustig ademen. Ontspan fysiek. En geen emoties vasthouden. Maar gewoon alles toelaten wat er is, dan blijft het niet lang. Pijn is het vasthouden van die emotie, je lijden. Lijden is dus het vasthouden van pijn. Maar je denken is daar gespecialiseerd om daar heel veel uitleg over te geven, waardoor je het nog langer vasthoudt. Dus voel eens hoe het is, zonder uitleg. Maar zijn.
ademen en zijn. In welke situatie, waar dan ook, hobby's, job, carrière, waar droom jij om meer ruimte te krijgen? En nu voel je al dat jij die ruimte niet ingenomen hebt. Wees gerust, en het universum is zo oneindig groot dat er ruimte is voor iedereen. Waar ben jij blijven hangen? Bij wie en welke situaties moet je opletten dat je geen ruimte krijgt, dat je niet genoeg aanwezig bent? Blijf rustig ademen en voel wat er gebeurt met jou als je kijkt, observeert, terwijl je je beleving, je gewaarzijn observeren. Dus je kijkt naar je leven op aarde, maar je kijkt naar jouw diepe beleving. En dan ga je nog dieper naar het oneindige zelf, die daar eigenlijk niks mee te maken heeft. Dus eindelijk, observeer eens nu, de observator. De observator zijn. Merk eens dat je dan meteen meer ruimte hebt, vrijer bent. Geen verhaal. Ontspan nog meer. En voel eens nu, jij aanwezig zijn. Kijk dan eens naar je nieuwe toekomst. Een week verder, een maand verder, een jaar verder, waar je meer ruimte krijgt voor jezelf, jezelf meer ruimte geeft, vrijer bent, opener bent. Kijk dan eens naar je toekomst, wat er anders is. Ontspan en voel je nieuwe toekomst waar jij meer ruimte hebt. Meer openheid, meer vrijheid. Je begint dus aan een heel andere toekomst. En dat kan gewoon door elke dag even stil te zijn bij jezelf. Voel of jij je mooie toekomst nu kunt toelaten. En wat verandert er fysiek in jou als je die mooie toekomst toelaat? Als jij onafhankelijk wordt, vrijer wordt, opener wordt, meer aanwezig bent, meer ruimte krijgt. Kun jij dat toelaten? Voel wat dat doet fysiek. Maar voel ook veel meer vrede en vreugde en liefde in je emoties. Alsof je, als je naar je toekomst kijkt, beseft hoe moeilijk je het vaak gemaakt.
ontspannen. En merk dan ook eens je overtuigingen, dus heel je mentale wereld, die zo overtuigd was van dit en dat en die en dat. Terwijl je eigenlijk niet geluisterd hebt naar je ware natuur, naar wie je werkelijk bent. Adem en voel wat er met jou gebeurt nu. Dus jij begint nu aan een heel andere toekomst, waar je bewust bent van wie je werkelijk bent. En niet wat je hebt wijsgemaakt. Blijf dus mooi ademen en ontspannen. Let op je ademhaling door je neus tot diep in je buik. Oeh, hoe heerlijk je lichaam dat vindt. Hoe die vrede en die rust en die helderheid in je geest. Dat wil dus zeggen dat jouw leven in jouw handen ligt. Het is jouw leven. En jij bent vrij, open, ruim. Je houdt jezelf niet meer tegen. Blijf nog even stil. En dan wens ik je heel veel succes in je nieuwe speeltuin, het leven op aarde. Veel succes. En dan mag je langzaam je ogen openen.